Hoi iedereen, sorry voor dat ik zo lange tijd geen video meer op heb genomen, maar het komt, ik voel me zo lekker en zo. Dus ik was nu echt helemaal toe aan een video op te nemen en zo. Maar ik heb een shoplog voor jullie, dit is van 2 dagen. Dus ja, dat ga ik jullie laten zien. Nou, ik heb een shoplog van de Action, van de Kruidvat, van de Big Bazaar en van een lokale winkel. Dus ja. Ik begin even bij de Kruidvat, want daar heb ik, ja, een van de weinige dingen gekocht. Bij de Kruidvat heb ik 2 van de kleurboeken gekocht met mandala's erin. Deze. Er zitten 24 mandala's in en deze was 1 euro. Ja, zoals jullie weten hou ik van tekenen en zo. Dus ja, hier heb ik een voorbeeld. En deze is 3 sterren, dus dat betekent dat hij moeilijk is. Nou, ik teken zelf nog wel eens wat moeilijkere tekeningen, ook moeilijkere mandala's. Dus ja, en die heb ik ook in het groen, daar zitten weer andere in. Heb je ook in een hartjes vooraan, heb ik gezien. Ik zal hem even voor jullie zoeken. Deze. Ik weet niet of jullie goed kunnen zien. Ik weet even niet uit mijn hoofd waar mijn statief ligt. Dus die kon ik vandaag niet pakken, vandaar dat ik nou van onderaf film. Dus sorry daarvoor. Ja, de tekenblokken met mandala's die waren 1 euro per stuk. Van de Action en zo noem ik alle prijzen op het einde. Dan ben ik bij de Big Bazaar geweest en bij een lokale winkel. Bij de Big Bazaar heb ik een ring gekocht. Want ja, ik ben nog wel eens van de sieraden en ik vond deze met een hartje. Ik vond hem super leuk. En ja, hij past precies. Dus ik heb hem gekocht en zo staat hij mij. En dan ben ik nog bij het lokale winkeltje geweest. Daar heb ik 2 dingen gekocht. Een ketting. En een geodriehoek. Dit is de geodriehoek. Hij is roze. En ik heb de ketting gekocht. De ketting is met een kruis eraan. Ik zal hem even laten zien. Dit is de ketting. Er zit een klein kruisje aan. Niet zo'n hele grote. Maar ja, hij past gewoon. En verder, ja, dat was dus bij de lokale winkel. De geodriehoek die kostte 30 cent. En de ketting 50 cent. Want die was afgeprijsd van 2 euro naar 50 cent. Dus ja. Dan ben ik gisteren nog bij de Action geweest, heb ik ook een paar dingen gekocht. Onder andere dit armbandje. Hij zit nog niet meer in de verpakking, maar deze. Deze was 79 cent. Nee, 59 cent. En ik heb deze gekocht. Er zit een kruisje aan. Een gewoon wit armbandje en nog een gewoon schakelarmbandje. Dus ja, ja, ik vond ze wel gewoon leuk. Ook die met het kruis. Ik zoek wel eens wat vaak met dingen op met een kruis. En ja, ik vond deze leuk. Dus die heb ik meegenomen en die was 79 cent. Dan ben ik vandaag nog bij de Action geweest. Daar heb ik ook een aantal dingen gekocht, want ik kwam niet helemaal uit met mijn schoolspullen. En ik wil kijken nog voor wat tekenspullen. Dus ja. Ik ga nu even de schoolspullen laten zien. Ik heb een schrift moeten kopen. Een wiskundeschrift. Ik ben nu toevallig aan de laatste bezig. Maar als je mij kent. Ik vind het nog wel leuk om te tekenen. Ook in mijn wiskundeschriften. En ook om zinnetjes erin te schrijven. Ik zou daar mijn wiskundeschrift even van nu erbij pakken. Maar ik heb deze gehaald, want ze hadden echt super leuke kleuren meer. Maar ik moest wel een wiskundeschrift hebben voor reserve. Dus ik heb deze. Gewoon simpel blauw. En waarschijnlijk zijn deze binnenkanten binnenkort gewoon aardig gekleurd. Dus ja. Dan heb ik gewoon simpele witte snelhechters gehaald. Omdat ik de snelhechters wat ik in de Back to School shoplog heb laten zien. Die zijn bijna op. Dus ik heb nou deze. Ja, ze zijn gewoon simpel. En ik heb toevallig laatst van mijn schoonzus nog een paar gekregen. Die liggen hier.
Maar dat dacht ik niet aan toen ik in Action was. Dus die heb ik ook gehaald. Ik heb even gauw die van mijn schoonzuster bijgepakt. Maar ja, nou denk ik wel dat ik tot aan het einde van het schooljaar genoeg heb. Maar ja, ik heb een paar gewoon simpele met blauw, donkerblauw, lichtblauw, wit, zwart, rood en nooswit. En ik heb deze. Maar ik vind dat daar, ja, zullen we zeggen, emo op zit, want die is helemaal, ja, zwart. Maar ja, mapje verder is gewoon super leuk. Ik ben ook, ja, super blij mee dat mijn schoonzus dat aan mij heeft gegeven. Maar dat terzijde. Dan heb ik nog een paar dingen gehaald van school. Onder andere dit notitieboekje. Hij is A5. Want ja, nogmaals, ik hou wel van tekenen. Dus ik heb mijn notitieboekje ondergekliederd waar ik mijn aantekeningen in moet schrijven. Dus ik heb deze gehaald, die ga ik nog waarschijnlijk oppumpen. En hij heeft van binnen gewoon met lijntjes. En heeft hier tabbladen. Sorry, ik kan het nou zelf niet zien of dat ik nou goed film of niet, dat jullie alles zien. Maar binnenkort is er weer een video met een statiefje. En dan gaat het allemaal wat makkelijker. Dan, ik ben zo slim om mijn schrijfwaren kwijt te raken. Dus ossen zijn half kapot en zo. Dus ik heb even potloden gehaald, alweer, deze. Potloden raak ik sneller kwijt omdat ik er heel veel mee teken, maar ook mee schrijf. Dus ja. En ik had geen pennen meer, dus ik heb even twee pakjes van deze gekocht. Er zitten, elke zitten er drie. En ik vind ze fijn schrijven. Dus ja, en ze zijn van Bic. Dus ja. Ik heb weer wat te schrijven en ik heb er twee pakjes van. En markers. Want ik ben een paar markers kwijt en de andere zijn leeg. Dus ja, was dit voor nu weer. Dus ja. Daarom heb ik ook markers. Ik moest vaak genoeg scharen lenen van anderen. Of ja, ik had er gewoon. Ik had er geen. Of ik, dus ik moest ze lenen. Of van een leraar. Of van een klasgenootje. Maar ik heb er nog dus één zelf. Van E2. Die zou ik ook bij Back to School halen. Maar die is op een of andere manier kwijtgeraakt. Dus nu heb ik een nieuwe. En ik hoop dat die blijft tot aan het einde van het schooljaar. En ik heb twee rekbare boekenkaften gekocht. Want mijn boekenkaft, die beginnen te begeven op mijn boeken. Ik heb al een paar gewoon moeten vervangen. Omdat ik een paar van de HEMA had. Ik heb nu Nederlands en Engels vervangen. Dus ja, maar ik heb ene dus met kusjes. En er zit geen lintje of zo bij. Dus gewoon het simpel zo. En ik heb ene met bloemen. En vlinders. Ik kan hem even uit de verpakking halen voor jullie. Nou, dit is hem. Hij is simpel. Maar wel gewoon ja, leuk. En ik heb nog iets van tekenen gekocht. Dat is het kleurboek. Nou ja, kleurboek. Er zitten gewoon witte blaadjes in. Want ik teken ook nog wel eens vaker gewoon los. Want ja, ik heb hier van alles liggen om te tekenen. Ja, ik teken nou ook zo wat meer uit de hand. En zo. Dus ja. En de prijzen gaan we even mee door. Nou, de prijzen. De schaar was 39 cent. Het A5 schriftje met tabbladen was 1,30. De snelhechters waren 90 cent. A4 ruitjeschrift was 40 cent. De markers waren 90 cent. De Bic pennen waren 80 cent per stuk. En de potloden waren 67 cent. Het tekenblok was 90 cent. En de boekenkaften waren 99 cent per stuk. Dan heb ik mijn wiskundeschrift nog, want ik had jullie beloofd om hem te laten zien.
Maar ja. Nou, ik heb deze met allemaal ja, positieve dingen erop staan. Zoals don't give up, stay strong, don't be afraid to be you. Ja. Zo'n ding allemaal. Ik heb ook wanneer een probleem je pad kruist, verander dan van richting, maar niet van bestemming. Dus ja, ik heb gewoon quotes opstaan die ja, ik wel leuk vond. En hier achterop heb ik nog wat quotes staan, positieve quotes. Ik heb hieronder nog een heel klein stukje vrij, maar die ga ik wel pimpen. Dus ja, en hier staan bijvoorbeeld op. Don't forget to smile. Enjoy today. Stay positief. Don't forget to smile. Die heb ik dus twee keer op staan. Zonder dat ik dat door heb. Maar ook enjoy the little things in life. Dus ja, leuke dingen staan erin. Dus ja. Nog een vraag aan jullie. Wat voor video willen jullie graag zien? Ik heb, toen ik me niet lekker voelde en zo, heb ik wel zitten denken van ja, wat voor een video zou ik maken. Maar ja, het beste is natuurlijk als ik van jullie hoor. De reviews komen eraan. Ik moest nog een review online zetten van mondwater. Ik moest heel erg aan mondwater wennen in het begin. Maar ja, daar komt dus een review over. En nog over een paar andere dingen. Maar dat zien jullie dan wel. In ieder geval, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet vooral geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!